blind zijn. En we lezen dat in de Bijbel. En ze kwamen bij de Heer Jezus. En ze raakten de Heer Jezus aan. Dan gaf de Heer God hun weer het licht in de ogen. Soms is ons zicht vertroebeld door omstandigheden in ons leven. Maar dan is het de God, de hemelse God, die wil daar weer licht in brengen. Hij wil licht in ons leven brengen. Licht in onze levenssituatie. We hebben te maken met een levende God die voor om zijn mensen geeft en voor de mensen zorgt. Nou, daar word ik blij van. Het volgende lied wat we ook, en dan roep ik u ook op om dat staande te gaan doen. Dat heet Lofoffers brengen wij aan u. Weet u wat dat betekent? Lofoffers? Een offer, dat kost je iets. Ja, dus wat kost het u? U mag u misschien aanmoedigen om te gaan staan. En dat we samen de Heer een lofoffer brengen. En lof, dat betekent we geven hem de eer en de glorie. We juichen voor hem. We zingen voor hem. Amen. Lofoffers brengen wij aan u. Kinderen nodig bij dit lied dat we net zongen. Willen jullie mij wel helpen? Ja? Weet je, ik weet niet of het mag, maar we doen het stiekem, ja? Stiekem komen jullie allemaal even hier. Dan gaan wij de oudere mensen wat laten zien. Willen jullie mij helpen? Kom maar bij mij. Dan kom ik bij jullie. Kom maar hier. Kunnen jullie wel klappen? Ja? Dus gaan we samen klappen tijdens dit lied. Dan gaan we de grote mensen laten zien dat je bij dit lied heel mooi kan klappen. Zullen wij dat doen? Ja? Gaan we dat samen doen? Is dat goed? Ga jij ook mee klappen? Kom maar. Gaan we dit nog een keer zingen? Want dit is een vrolijk lied, hè? En bij vrolijke liederen mogen we het opdoen, toch? Gaan we dat doen? Gaan jullie mij helpen? Oké, doe maar. Uitnodiging. En dat nodigt ons uit om te zingen voor de Heer.
En om te zingen over dat God goed is. De Bijbel zegt, God is goed. Dat betekent, er is niets bij God van iets wat niet goed is. Ja, hij is 100% goed. Dat is zijn identiteit. Zo is God. En vanuit die goedheid wil hij vanmiddag uw hart raken. Vanmiddag wil God zelf uw hart raken. En hij wil vanmiddag tot u spreken. Door het zingen, door de muziek, door het geluid, door de natuur, door het samen zijn, door de prediking van zijn woord. Zoveel mogelijkheden dat God vanmiddag tot uw hart wil spreken. Zullen wij alvast gaan zingen dat God goed is. Amen. 224. Komt, laat ons zingen al tezaam. God is goed. Thank you.
Oh.